dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Daan. Vandaag ben ik samen met Rick. En we hebben net met Bach gespeeld. We gaan nu naar bij Rick thuis. Gaan we livestreamen. Voor mijn kanaal. En ook een webcam video maken voor Rick's kanaal. Ik hoop dat het lukt weer. Eindelijk eens een keer livestream voor mijn kanaal. Jullie hebben heel veel gehad van eerste livestream. Is er niks van gekomen. Ja, ik wil het toch doen. Ik wacht even. Dames en heren, ik check jullie. Nee, grapje. Oh ja, mijn jas. Ik ben nu bij Rick voor. Rode deur. Kijk maar, rode deur. Een sneeuwpop en een bel. Kom. Jongen, Rick. Ik ga gewoon even... Oh, laat maar. Kom. Wat ga je doen? Maar dat is niet leuk voor mij. Rick. Doei. Doei, Rick. Nou, dames en heren. Kan niet bij Rick. Dus we kunnen niet livestreamen. Ga ik maar gewoon naar huis. Rick wil niet komen. Heb ik helemaal speciaal afgesproken met hem en zo. Is hij naar huis? Leuk. Leuk dan. Hey, Fiat 500. Het is haast bijna winter. De bladeren zijn al voor mijn boom. De boom bij mij. Die is zo. Yes, mijn vader is thuis. Wow, de shit. Dames en heren. Dames en heren, ik check jullie zo. Dames en heren, 2 dagen geleden was ik nog op school. En 2 dagen later staat nu al weer bijna de kerstboom. Gaat wel heel snel. Want donderdag heb ik kerstavond. Vrijdag is het eerste kerstdag. En zaterdag is de tweede kerstdag. En dan is het alweer. En gaat weer snel. Sorry voor af en toe een beetje veel pauzes. Dat komt door dat ik thuis ben. Op stukken ben die mijn ouders liever niet willen. Die willen liever niet gefilmd worden. En ja. Check jullie zo. Was tuned in, right?
Dames en heren. Ik vind altijd bij echte kerstbomen, vind ik, ja, dan moet je weer iedere keer dezelfde, weer een andere kopen. Andere echte kerstboom. Want dan gaat die naalden heel snel uit. Alleen bij nep kerstbomen gaat het veel langer mee. En dan kan je hem rond, ik heb nu 3 jaar deze kerstboom al. En ja, die is nog steeds helemaal goed. En bij zo'n, en ik heb thuis ook zo'n een echte kerstboom. Die moesten we elk jaar weer vervangen. Omdat die naalden die iedere keer uitvallen. En omdat het altijd vervelend is om die naalden. Dan moet je die naalden iedere keer weer opruimen en alles. En dan, wordt het kleur niet meer zo mooi meer. Terwijl bij zo'n neppen wel de kleur nog mooi blijft. En dat je ook mooie. En ook dat je mooie. Ja. En dat. En handig met die lichtjes. Die lichtjes kan je er gewoon in laten. Dit is de sterpiek. Die heb ik heel lang op gehad. Hier heb ik ook nog heel veel. Dames en heren, ik vind het altijd super fijn. Je hebt kerstbomen die je de haakjes erin moet zetten, zoals deze. Vind ik af en toe wel vervelend, maar zulke zijn wel fijn. Met zulke, met die dingetjes eraan, die bovenstuk. Want dan kan je hem heel makkelijk erin zetten zo. En anders moet je de haakje erin zetten en dan. Bijvoorbeeld, deze kan ook gewoon. Is ook heel makkelijk. Maar deze lijkt me ook wel leuk, want er zijn van die huizen die besneeuwd zijn. En vond ik ook leuk. Hier van die kerstdingen. Die kerstdingen hier. Dingen met allemaal lichtjes. Je hebt ook bij huizen, die zijn gewoon helemaal vol met kerst. En je hebt ook huizen waar helemaal, ja, dat je gewoon huizen hebt met helemaal vol kerst. En je hebt huizen die eigenlijk helemaal geen kerstboom hebben staan en alles. Ja, wij waren een beetje laat met het kerstboom opzetten, want we hebben heel veel huizen. We hebben best veel huizen hier, want we hebben een hond, we hebben 3 katten. De oudste is Kaatje, de middenste is Tommy en de jongste is Jerry en de hond natuurlijk. En dat is Tessa, dat is 3 jaar, Kaatje 2 jaar, bijna 3, Tommy 2 jaar en Jerry is nog 0 jaar. Nee, Kaatje is... is 2 jaar en Tom is 1 jaar en Jerry is nog niet. Het is eigenlijk een soort van 3, 2, 1, 0. Is handig. Kijk. Is helemaal dicht gemaakt. Want. Dit is best pijn. Ja. Check je zo. Dames en heren, deze vlog wordt iets langer. Die duurt een kwartier of zo. 20 minuten. Best een lange vlog. Dan 10 of 5 minuten. Ja. Dames en heren, ik hoorde net het Kaatje en Tommy. Dus de oudste kat en de middelste kat. Buiten zijn. Jerry mag nog niet naar buiten. Dames en heren, dit is Jerry. Dit is Jerry. Hij is de jongste kat. Even kijken. Kunnen jullie hem zien? Kijk.
Nee. Kijk. De jongste kat. Nog. We hebben hem niet zo heel lang, dus nog 0 jaar. Auw, meteen. Dit is Tessa, de hond. Is een rottweiler. Hij is 3 jaar. Kijk maar. Tessa. Kom eens hier. Kijk maar. En hij is wel groot, maar hij is niet gevaarlijk. Het is echt een hele lieve hond. Alleen als je binnenkomt, altijd, dan gaat hij een beetje druk doen. Maar dan wil hij graag, ja. Die vindt het heel erg leuk. En we hebben heel veel speeltjes voor de katten en de hond. Deze is voor de kat. Voor de hond hebben we niet echt een speeltje. Voor de hond hebben we de voerbak. Eigenlijk de normale dingen van de hond. De voerbak en de andere dingen. Oh, kijk nou eens. Kijk eens wie we daar hebben. Kijk eens wie we daar hebben. Dit is de mand. Van Tessa. Dit is Kaatje. Dit is Kaatje. Hij is twee jaar, bedoel ik. Af en toe willen we geaaid worden, maar meestal wil hij niet echt geaaid worden. Jerry wil wel heel graag geaaid worden. En Tommy wil ook heel graag geaaid worden. En Tessa ook. Kaatje af en toe niet echt. Ja, het is wel jammer. Dames en heren, dit is de kerstboom nu. Wow. Met de piek erop. De kerstboom. Jongen, het is groot. Het is kunstkerstboom. Dames en heren, dat is een kunstkerstboom. Ja. Ik had iets gemaakt voor Rek. Zijn kanaal komt ook in de beschrijving. Ja, jullie hebben Kaatje, Jerry. Alleen Tommy is nog ergens buiten. Alleen ik weet niet waar. Is wel jammer. Oh ja, en jullie kunnen ze vaker zien in de video's. Want dan maak ik af en toe van die video's van dat de dieren gekke dingen doen. Gekke dingen doen, die komen er ook aan, die video's. Maar ook gewoon de vlogs en pranks en challenges en van alles. Voor de rest gaat niks veranderen. Alleen dat die video van gek met de gekke dingen van de honden. Hond en katten is. Maar het duurt nog even voordat het is. En ja. Ik vind het wel. Ja, nu is het wel leuk. Want nu is het bijna kerst. En nu zijn de feestdagen. En het gaat nu wel heel goed eigenlijk met de vlog en zo. Want ik zag op de eerste vlog. En ja, ik zag dat de eerste vlog, ja, 5 duimpjes omhoog. En 4 duimpjes omlaag. Voor degene die de duimpjes omlaag, dat vind ik wel jammer. Door de unieke Sonicare technologie ontstaan sonische trillingen die micro-waves.
waterbelletjes. Want het is wel jammer. Maar wel voor degene die niet geen duimpje omhoog, maar een duimpje omlaag hebben gedaan. Vond ik wel jammer. Maar toen ik vlog 2 zag, toen ik naar het verjaardag ging, vonden sommigen het ook wel leuk. Want ik hoorde van mijn vrienden van, dan hoorde je echt zo. En toen zei Vogna, halte, meerval. Toen kwam er tussen. En de derde vlog is ook al best goed bekeken. Want ik zag ook bij de derde vlog dat jullie hem ook best leuk vonden. Met mijn vrienden. Dus Dwayne, Jordan, Rick en zo. Vind ik wel leuk. Zien. Alleen, ik ga de vlog afsluiten zo dadelijk. Dus ik zeg, leuk dat jullie hebben gekeken naar mijn vlog. Doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op de abonneerknop. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Later.